en een groep Nederlandse boeren wil investeren in Suriname. Minister Prahlad Seodin van Landbouw, Veeteelt en Visserij, LVV, zei vandaag aan journalisten voor aanvang van de wekelijkse raadsvergadering dat deze boeren zich nu in Suriname bevinden voor oriëntatie. Suriname heeft eerder getracht boeren naar Suriname te trekken met het project Grond zoekt boer tijdens de gehouden Floriade Expo 2022 in Almere van april tot en met oktober. Boeren hebben zich aangemeld en nu zijn ze met een groep van 25 ongeveer hier naar Suriname gekomen. Gisteren hebben we eerst een gesprek gehad, kennismaking, kijken wie ze zijn. En we weten allemaal dat ze daar problemen hebben in Nederland met stikstof en allerlei andere milieuvraagstukken. Dus het zijn serieuze ondernemers, hebben we gemerkt. Ze hebben een eigen bedrijf in Nederland, maar nu moeten ze langzaam afbouwen. Dus ze kijken naar mogelijkheden naar andere landen, nu naar Suriname, om te kijken of zij hier met hun kapitaal kunnen komen, met hun know-how kunnen komen, om te investeren. Dus ze zijn nu bezig met de hele oriëntatieronde bezig. Vandaag gaan ze naar Komijn, heb ik begrepen. Het kunnen diverse mogelijkheden zijn. Het kan zijn dat ze een partner vinden met wie ze in zee gaan verder. Maar het kan ook zijn dat wij hun moeten faciliteren als overheid. Maar dan gaan we dat even nader bespreken. Maar in elk geval positief dat men het vertrouwen heeft om in Suriname te komen investeren. De minister heeft de groep Nederlandse boeren aangegeven dat er grond ter beschikking is voor de veesector en akkerbouw. Echter wijst hij erop dat de overheid niet kant en klaar gronden beschikbaar zou kunnen stellen. Maar als ze willen investeren, zullen er volgens de minister wel mogelijkheden gecreëerd worden. Maar als zij de durf hebben om te investeren op misschien iets ver afgelegen terreinen, want dicht bij de stad vind je niet meer. En als het om grotere arealen gaat. Dus na die oriëntatie, we gaan weer een meeting hebben met elkaar voordat ze vertrekken. Dan heb ik een beter beeld van wat ze ervaren hebben na zo'n oriëntatieronde en wat zij precies van ons verlangen. De groep Nederlandse boeren zal een uitgebreid programma afwerken die bestaat uit gesprekken en ontmoetingen met Surinaamse counterparts. Ook zullen zij bezoeken brengen aan verschillende plantages en districten. De ondernemers hopen op een goede samenwerking met het ministerie van LVV, mochten zij besluiten in de nabije toekomst hier een productiebedrijf op te zetten.